met 30 jaar en Rep, hij is nog 29 en meldt zich volgende maand als 30-jarige. Kortom, een team met geroutineerde spelers en daar staat dan dit Belgische team tegenover. Faf, Gerets, Luc Mielekamps, Meus en Rankin. Dat is de achterste linie, beproefd gedurende een reeks van jaren. Verkouteren, hij komt wel vast bij op dat middenveld. Van der Eiken, spelend bij Genua in Italië, speelt ook al geruime tijd mee. Mark Mielekamps, nuttige werker, broer van die Luc Snelders, een jonge speler nog van Lokeren. Tjerni Atinski, net ontdekt eigenlijk voor de vorige interland van de Belgen tegen Frankrijk. Tjerni Atinski, toen speelde hij goed en dan daarnaast voordekkers van Standaard Luik. Een man die toch ook al in de nationale Belgische ploeg speelde, maar nog niet zo oud is. Evenmin trouwens als Tjerni Atinski. Tjerni Atinski 21, voordekkers 22 jaar oud. Jonge scheidsrechter ook daar, deze schot bij McKinley, 36 jaar uit Glasgow. Hij floot in dit seizoen eerder één wedstrijd in het Europa Cup 3 toernooi. Magdeburg tegen Borussia Mönchengladbach. De schotten zijn over het algemeen goed, omdat ze de geest van het spel aanvoelen. Rechts Erik Gerets, de aanvoerder van de Belgen, links Ruud Krol. En Johan Nessens dan. De grote truc van Rijvers zou je zijn komst naar Nederland kunnen noemen. Neeskens terug na 2 jaar. Terug in het echte voetbal. Ik denk dat je dat er wel mag zeggen. Want dat Amerikaanse voetbal, dat voetbal in de Verenigde Staten, stelt toch eigenlijk niet veel voor. Hoe houdt hij zich? Dat is de vraag vanavond. Hij is in ieder geval nuttig. Met betrekking tot het bespelen van het publiek. Hij heeft er in ieder geval voor gezorgd dat in de laatste weken flink over deze wedstrijd werd gesproken. Enerzijds kun je zeggen dat het sfeertje wat opgeklopt is voor dit duel. Anderzijds, het leeft. En dat hoort ook in sport. Aftrap van de Belgen. En dit is kenmerkend. René van der Eiken. Koel, kalm, in de loop der jaren geworden. Vooral internationale ervaring gehaald via Club Brugge. Met name in de jaren met Ernst Happel daar als trainer. En nu dus spelend in Italië, René van der Eiken. Vaste man op het middenveld. Speelde overigens niet in de laatste interland tegen Frankrijk. Die de Belgen toen wonnen. Waardoor zij zeker werden van de eindronde in Spanje. Toen was het Koek van Anderlecht. Koek is nu geblesseerd. Van der Eiken was dat in het duel tegen Frankrijk. De eerste overtreding. Tjerni Atinski beging die. Neeskens. Met een forse. Walter Meus. Maar er was al gefloten voor een overtreding van Neeskens zijde. Kennelijk wat rommel uit die hoek. Jean-Marie Pfaff, de doelverdediger. Met bewondering voor het Nederlands voetbal zoals het zich in de loop der jaren heeft gemanifesteerd. Ook een kenner van vrijwel alle spelers zoals die hier in dit Nederlands team rondlopen. Luc Mielekamps. Nu ten opzichte van Van Koot. Het God. Buren.
Belgen op één lijn komen uit in buitenspelpositie. Overtreding vasthouden door Tjerniapinski van de Korput. Van de Korput op Tjerniapinski, Hovenkamp op Voordekkers. En de rest in de aanval. Vrije trap van Thijssen mist het doel. Voordekkers is dit. Verkouteren. En Van Breukelen's eerste. Richting Ling. Goed werk Thijssen. Vastzetten van zijn tegenstander. Ling, Neeskens, Thijssen. Kwam er niet uit door de opstelling van de Rijken. Verkouteren handig. Ranken. Van de Rijken. Even kijken of hij er was. De verwachting was een voorzet. Bert God. Hovenkamp. Van de Korput gaat aan de rechterkant. Hier. Link. Goed los. En Verkouteren begreep dat het doel van de Korput zou zijn. In de rug lopen bij Tjerniapinski door Van de Korput. Vrije trap. Naar René van der Rijken. Muren. Terwijl Rep de bal in de voeten wil hebben. En daarom in de buurt bleef. Van de Korput met God. Neeskens. Van Koten. Met God, doelpunt. Johnny met God. Schitterende aanval. Neeskens, kopbalkees van Koten. Johnny met God scoort. Met God zorgt voor 1-0. Voorzet Neeskens. Kopbal van Koten. Met God vrij. En zijn schot en zijn doelpunt. Met God. Daar, pats, boem. In zijn 15e interland, in zijn 4e complete interland, met God. Gerets. Met God terug bij Verkouteren. Gerets komt ook. Dat doet er niet mee. Geen overtreding, zegt McKinley. Al leek het even op vasthouden. Krol. Thijssen. Link. Ranken.
voor Dekkers. Nou, dat is vroeg open deze wedstrijd. Wat betekent dat? Wordt het een royale overwinning? Dat was een beetje de veronderstelling eigenlijk. Als het eenmaal zou lopen, dan worden het wat grotere cijfers. Maar ook dat kan van belang zijn. Gezien de komende wedstrijd die nog gespeeld moet worden in Parijs en gezien de doelcijfers die door Ierland en Frankrijk zijn neergezet tot dusver in deze groep 2. Prol, Muren in de rug gelopen bij Van Koot, de vrije trap is voor hem. Voorbij Reb natuurlijk. Was Gerets. Hovenkamp zoekt maar weer naar Van Koten, zou je zo zeggen. Daar is hij weer. Van Koten, hij heeft een opvatting over dat kopduel. Hij zegt het gaat er niet zozeer om of je hoger komt. Het gaat er maar om of je misschien eens wat eerder kan springen. Waardoor je je tegenstander ook wat langer bij de grond houdt. En waardoor jij hoger reikt uiteindelijk. En misschien wel hoger springt dan die ander in werkelijkheid best zou kunnen. Komt erop aan. Ga je omhoog, maak je breed. Wel, dat kan hij natuurlijk met dat postuur. 1,90 en 90 kilo. Thijssen van de Kooiput. Speelt bij Torino, rechts op het middenveld. Hier gestart als een soort rechtsachter. Maar wel min of meer in dezelfde zone, zou je ook kunnen zeggen. Van Koot. Link van Koot. Willekamps. Richting Verkouteren afgedekt door Thijssen. Die ook die rechterzone heeft. Wanneer daar Van de Kooiput wegtrekt. In de dekking op voordekkers. En zo heeft Metgod daar ook een oppassende taak voor Ruud Krol in het midden. Althans, wanneer er verdedigd moet worden. Overtreding, vrije trap, nee, voordeelregel. Nu wel een vrije trap lijkt me. Hovenkamp was nu de boosdoener. Schot van René van Rijn. Drie spelers uit de Italiaanse competitie hier op het veld. Krol, Van de Kooiput, Van de Rijken. Drie verschillende clubs. En daar met God de jongste van het Nederlands elftal met zijn 23 jaar. Maar op zijn 20ste al bij die nationale ploeg gekomen. Van de Kooiput. Krol. Rep. Muren. Rep ging niet door. Wil graag dit is. Wil graag lekker aan de bal zijn. Het heeft een beetje lang geduurd alvorens hij dat kon doen. Daar is hij op zijn manier. Maar wel bal kwijt. Overkamp. Overtreding trouwens. Van de Rep. De vel zijn been uitgestoken. Franquin. Slordig van Luc Willekamps. Van de Kooiput. Muren was de bedoeling. Het jagen gebeurt door Neeskens, daarom is hij gekomen. Zo verovert Nederland ook balbezit. Link, Neeskens vrij. Zo herkent het publiek hem.
Voorlopig zijn de minuten zoals die nu zijn gespeeld in het voordeel van deze Neeskens verlopen. Hij stond aan de basis van dat doelpunt. Hij liet net zien wat jagen op de bal is. Het specifieke element uit het Nederlands voetbal. Zoals het werd beoefend in de hoogtijdagen van dat Nederlands voetbal. En hier in deze interland tegen de Belgen werd het dan weer even goed beoefend. Daar Neeskens in de buurt van Wielekamp. Zijn schot, schitterend schot van Thijs. Belgen spelen graag vanuit de verdediging. Eigenlijk hebben ze nooit anders gedaan de laatste jaren. Het is een speelwijze die succesvol bleek, ook tijdens het Europees kampioenschap vorig jaar in Italië. Toen men uiteindelijk toch als tweede eindigde. Maar puur aanvallend is dat voetbal nooit geweest. Men heeft de verdediging hecht in elkaar gezet en vervolgens op de counter gespeeld. De opstelling zoals die hier is, wijst ook in die richting met Voordekkers en met Sjerni Atinski. En dan heeft men nog de nu geblesseerde Keulemans en Van den Berg uiteraard voor dat soort zaken. Thijssen. Met God. Buren. Buren. Techniek was dat. Ling bij Ranke. Het applaus gaat uit naar Muren. Meers komt op het middenveld, maar die betere oplossing werd door Verkouter over het hoofd gezien. Link. Sloeg Muren over, daarom kreeg deze Gerrit zijn kans. Van de Korp het won van Voordekkers. Van der Rijken in de knie gebracht door Neeskens. De glimlach is die op het gezicht van René van der Rijken. Het publiek komt met de naam van Neeskens in de 15e minuut van de eerste helft. Daar Van der Rijken met Neeskens. Buren bal kwijt. Verkouteren. Sjerni Atinski. Goed schot. Ja, ja. Goed schot van die Sjerni Atinski. Die Poolse ouders heeft. Bij Charleroi voetbalde. En nu bij Antwerpen speelt. En louter Frans praat. Sjerni Atinski. Corner al genomen. Verkouteren. Thijs, zoals hij de bal onder controle bracht, was schitterend. Combinatie met Van Koten ontbrak. Achterhoede wordt weggecommandeerd door Meus. De uitrap van Vafas matig.
Tjerniatinski in de buurt bij Hovenkamp. Meus. Ja, verslikt zich en maakt dan deze fout. En ziet de gele kaart. Terecht lijkt mij. Het was overigens opnieuw een goed staaltje voetbal van Nederlandse zijde. Omdat Rep, Muren en Neeskens hem daar vastzetten. Waardoor hij in de knoei kwam. Nu een overtreding van Hovenkamp. Die door zijn tegenstander heen wilde. Ondanks de gele kaart voor Meus kun je niet zeggen natuurlijk dat dit duel dezelfde sfeer ademt als dat duel in België. De eerste wedstrijd tussen België en Nederland in deze groep 2. Want toen waren de beuken al flink uitgedeeld. Krol. De Kouteren. Neeskens. Overtreding Ranke. En Ling was de stervende zwaan. Van de Kooiput. Hoe timed de binnenkant beter. Maar daar ligt Rep en daar was Verkoten. Voor het tikje van Meus verraadt de sfeer in dit duel vriendelijkheid. Meus. Gerrit. Weer Neeskens. Niet de man voor de basis die nu de kans, dat bleek ook hier weer. Van Kooten, wel de man van de verdediging. Thijssen, Ling. Thijssen, Ling. Van Kooten mag je veronderstellen. Neeskens. Muren. Rep. Buitenspel gezien. Nee, een overtreding van Rep. Dat tikken met de benen ten koste van zijn tegenstander. McKinley maakte even het gebaar zoals hij dat zag. Daar, zo. Niet ten gerieve van het raken van de bal, maar ten koste van de benen van een tegenstander. Reps, tweede foutje. Beus. Daar ligt de ruimte, aan die rechterkant, nu aan de andere kant. Neeskens. Daar hangt ook het spandoek, met Nees blijft daar. Terwijl hij naar Neeskens keek. Gerrit.
boven komt. Hup. Bovenkant bliep inderdaad vrij, kreeg nog niks, nu wel, nu moest hij lang wachten. Dan stond hij op het verkeerde been kennelijk. Had gelijk, dat is een vraag om de bal. Overtreding, vasthouden van Koten. Door deze Frank Lievekouder. Met God weer vanuit dat hart van de verdediging, waar geen echte directe tegenstander voor hem is. Zodat hij zich nadrukkelijk met de wedstrijd kan bemoeien als een middenvelder bij balbezit. Van Koten vroeg. Klimmerman. Van Kwam. Met God. Rep kan weer. Perez. De balbezit is voor Nederland eenvoudig te verkrijgen vanavond. Omdat het tot dusver beter draait. Goh, wacht even, omdat iemand zijn veter moet vastmaken. En dat met 10 man niet zo florissant voetbal is. Het was Hovenkamp. Die dat karweitje moest opknappen. Ondertussen, nu weer geheel compleet met zijn 11e. Link. Hoekschop. Bovenkant naar de eerste paal. Muren, ineens goed geschoten. Jammerlijk aangeraakt eigenlijk door Van Koten onderweg toen Buren schoot. Dat is een goede hoekschop naar de rand van het strafschopgebied. Van Koten zat er onderweg aan. Laat hem liggen voor Van der Rijken. Maar die komt met de aanwezigheid van Krol toch ook niet uitricht. Rep Neeskens. Muren Neeskens, ja. Ook Van Koten. Die buiten spel en deze Koten spoort. Prima. Deze Van Koten. Schitterend, zoals hij daar achterin dook, omdat hij begreep dat het daar ging gebeuren. De paas was niet voor Neeskens van Thijssen, maar voor deze Kees van Koten. Die zo een bijzonder genoegelijke avond beleeft. Zie hoe hij zich losrukt van Meeuws. En hoe hij niet in buitenspelpositie stond op het moment dat de bal ging. Van Koten via Hermes DVS, Liel, Telstar en Go Ahead naar het Nederlands elftal. Een 2-0 in dit duel in de 27e minuut in zijn vierde interland. Neeskens fout. Van der Rijken, Rankin, Gerets, achter doeltrap.
Van Koten. Neeskens. Goed. Op rechts is de volgende. Ling. Van Koten. Rep. Muren. Natuurlijk op rechts. Daar was het. Thijssen. Ling vrij. Thijssen kwam er niet aan toe. Neeskens. Thijssen. Ling. Voordekkers. Goed, wie is er voor? Nog niet veel. Voordekkers is snel. Het handje van Van der Korpen deed bovendien zijn werk. En dat mocht het van de Schotse scheidsrechter. Achter met God gegeven. Muren. Rep. Wie Gerards kent en wie Rep kent, wist dat dit erin zat. En de volgende actie is nu een redelijk fitte Rep. Die zegt waarom nou. Het hoort een beetje bij het toneel ook. Ja. Stelders door Rep in de knoei. Hens. Nou inderdaad, voor Koten. Na een half uur. Gerets, Stelders. En weinig aanvallend voetbal van de Belgen. Voordeel met God, Ling. Overtreding voor Kouteren. Nou ja. Niet Ranken, maar wel voor Kouteren daarna. Van de Korpen. Met God. Deze is hier. Van der Rijken. Hoekschop waarschijnlijk. Neeskens met God. En een hoekschop. Prima activiteit, Johan Neeskens. Die maar wat gelukkig moet zijn met dit avondje. Overkamps hoekschop. Met God. Hard zat. Ling. Rep Neeskens. Muren was de bedoeling, terecht. Muren. Gek eigenlijk, die Muren, ook al 30 jaar, maar nauwelijks een geroutineerde international. Met zijn aantal van 5 en pas op waarde geschat sinds hij in Engeland speelt. Zelf denkt hij toch niet veel anders te voetballen dan met name in zijn tijd bij Twente. Maar Robson, zijn trainer bij Ipswich, heeft wel eens uitgelegd dat hij veel directer speelt dan in het Nederlands voetbal. Zelf zegt Muren, die hier nu weer aan de bal is. Ja, maar bij Twente speelden we veel meer in de breedte, omdat daar de mensen zo voetbalden. En in Engeland moet hij wel in de diepte. Het is maar net waar iemand heen gaat. Basis geven kan ik altijd. Van Koten, Pfaff, Neeskens, Ling. Van Koten ligt in doel. Is er nu uit. Neeskens, Rep wilde. Mark Middenkamps of Luc Middenkamps kopte hoekschop. En Pfaff is kwaad omdat Van Koten zo sterk was. Derde hoekschop Nederland. Muren.
Discusklomp. Ook de avond voor Van Breukelen lijkt niet stuk te kunnen. Gezien het aanvallende karakter dat Nederland zich heeft verworven en het gemak waarmee dat gaat. Thijssen. Rep, Thijssen. Dan lukt alles. Van Koten. Terug kon in tweede instantie niet, want dan had Thijssen buitenspel gestaan. Nu krijgt Van Koten denk ik de vrije trap tegen, ja. Gerets. Slordigheidje in de concentratie bij Erik Gerets. En dat moet natuurlijk toch ook worden gezegd. De Belgen zijn er al. Het echte moeten hoeft niet aanwezig te zijn in deze wedstrijd. Neeskens. Ingooi voor de bel. Snelders. Verkouteren. Bal buiten. En na de paas van Gerets is dit even te snel aan Belgische zijde. Voor Nederland, voor coach Rijvers al met al een gunstige ontwikkeling. Winnen van Frankrijk in dit stadion. Aantrekkelijke wedstrijd tegen Ierland. 2-2. Tegenvallen dat het 1 punt werd. Maar toch, aantrekkelijk voetbal. En nu dan dit duel tegen de Belgen. Blijft over die uitwedstrijd in Frankrijk. Dan is er nu natuurlijk ook de vraag of het allemaal wel doorgaat zoals Nederland op het ogenblik speelt. En zoals België ook speelt. Valt ongelukkig denk ik, Rep. Of Hovenkamp. Buren Hovenkamp. Geen buitenspelval. Dat Meus die nu maar dicht hield, omdat hij verwachtte dat er wel iemand zou komen vanaf dat middenveld. Het bleek met God te zijn. Tjerniatinski. Met God weer in die zone in het midden. Mark Willekamp was dat, de broer van Luc, en spelend op dat middenveld. Omdat Van Moer niet geroepen werd om te verschijnen. Niet nodig, oordeelde Thijs. Voordekkers. En een schot van die Mark Willekamp. Evenals zijn broer Van Waardigen. Repwacht. Muren.
Even een slordige fase in de wedstrijd. Voordekkers. Gerrit. Tjerniatinski. Metgod. Neeskens. Breed op rechts. Thijssen. Van de Korpit kan ook. Link vroeg. Dichtbij. Maar Van de Korpit wil dat niet. Neeskens. Aan de andere kant zit de opening. Bij Muren. Zo blijf je in de knoei. Met God moet toch weten dat Muren wacht. Inderdaad. Er staan wat erg veel mensen stil op het ogenblik. Met God niet. En die heeft een boeier van afstand. Overtreding van Meeuws. Hé, hey, krijgt hij nou rood? Ja, als hij geel geeft. Ja, dan is hij de kos. De rode kaart voor Walter Meeuws. Van een Schotse scheidsrechter waarvan ik vind dat hij de sfeer in dit duel niet aanvoelt. Kijk, er is hier niets gebeurd wat werkelijk heel erg ernstig is. Er zijn overtredingen gevallen zoals deze tik van Meeuws. Die ik overigens in de herhaling op mijn scherm niet zie. Omdat het hier donker is geworden op mijn monitor, maar misschien heeft hij thuisbeeld. Die tik van Meeuws mag natuurlijk niet. Waarom Meeuws na zijn twee overtredingen naar de kant te sturen, dat gaat mij toch wat ver in een duel waarin bepaald geen sprake is geweest van ruwheid, van onheus bejegenen, van een kwalijk karakter in die duel. Dat was er helemaal niet. Men was bereid om vriendelijk te voetballen, om de avond tot een show te maken. Dit mag natuurlijk niet. Natuurlijk niet. En niemand kan dat goedkeuren wat Meeuws daar doet. Maar McKinley heeft zich ingesteld op een wikkelharde confrontatie. En dat was het tot dusver niet. En vandaar dat hij zegt, twee keer geel is rood. Muren. Schotlik. Rijvers en Baan, 11 tegen 10, sinds de 40ste minuut van de eerste helft. Jammer voor de wedstrijd. En misschien dat Rijvers begrijpt dat het publiek, ja, dit kan nou gaan gebeuren. Tjerniatinski, overtreding. Misschien dat Rijvers ingrijpt voor de tweede helft door nog wat meer aanvallers in de wedstrijd te brengen. Ten einde de zucht van het publiek naar Kools te bevredigen. Geels namelijk ging nu al naar de kleedkamer met Monne de Wit, de verzorger. En dat alles waarschijnlijk om rijp te zijn voor de tweede helft. Gerrit. Ling. Hovenkamp. Krol. Het publiek lijkt er ook stil van. Muren. Rep. Muren. Muren.
En weer een overtreding, nu van Rep. Ook McKinley is een beetje geschrokken kennelijk. Hij had toch tijd om na te denken, vind ik eigenlijk. Hij wachtte zo lang met het trekken van die tweede gele kaart. Thijssen. Rep. Van Koten. En laag door Rankin weggehaald. Mark Middelkamps. Als de Belgen de bal zo lang breed kunnen spelen, zullen ze dat waarschijnlijk toch niet laten. Nu zij geconfronteerd zijn met een situatie waarin ze met z'n tienen ronddartelen. Rankin. Middelkamps, man die de hele wedstrijd datzelfde tempo kan door blijven lopen. Hoekschop. En waarschijnlijk tijd om eens af te blazen nu. Nee, we krijgen eerst nog de derde hoekschop. Nee, die krijgen we niet. McKinley zegt dat het vol is. De eerste 45 minuten zijn gedaan. Nederland leidt volkomen terecht met 2-0. En deze Schotse scheidsrechter drukte ook zijn stempel op het duel door 5 minuten geleden Walter Meeuws van het veld te sturen. 2-0, straks graag terug voor de tweede helft. Neeskens, Muren, interessante vraag nu toch of Neeskens ook een rol kan spelen in het duel bij de Fransen, 18 november in Parijs, of hij ook dan weer vrij kan zijn, vrij kan worden gemaakt van zijn Amerikaanse werkgever, de Cosmos. En daarna komt weer een heel ander verhaal en dat gaat over Spanje, het geen gelijk valt met de Amerikaanse competitie. Hoe dat dan moet, enfin. Met God nu, tweede helft, het is oranje, blijft oranje. Bij een stand van 2-0, publiek vindt dat eigenlijk wel. Krol. Muren. Schitterend vrij. Mark Middelkamp sleep in. Van der Rijken. Luchtspeelbal, heeft hij ook in de eerste minuut van de eerste helft. Kluiten speelt voor Voordekkers. Kluiten is een man die aan de rechterkant speelt. Tjerni Jatinski begint weer op links. Een man die overigens niet vastgebonden voorin is aan die linkerkant. Maar graag wil uitwaaien over het hele veld. Ja, ik kan me niet voorstellen, dat blijkt ook uit deze eerste handeling van de Belgen, dat die bereid zijn om er nu een flitsend schouwspel van te maken. Die zullen ongetwijfeld denken van wanneer we nu kalm aan doen, dan loopt de schade niet erg op. Worden we niet weggespeeld, want dat is toch weer vervelend. En ja, we zijn met z'n tienen, dus we hebben recht van spreken om zo te spelen. En dan zou het publiek de dupe zijn. Richting Verkouteren. Krol. Muren. Jagen door Neeskens. Verkouteren. Tjerni Jatinski. Onbereikbaar voor Kluiten. Kluiten speler van Anderlecht. Dit seizoen althans. Hij kwam van Beveren. De club van doelverdediger op Pfaff.
Met God. Van de Korput. Geels. En voor de eerste keer Kluitens. Mark Hierkamps met Neeskens. Dat mag niet. Gevaarlijk geworden. Nu niet meer uiteraard doordat Van Kouteren zo uitspeelt. Hovenkamp krijgt een klein verwijt naar het hoofd omdat hij die bal niet eenvoudig op Van Breukelen terugspeelde. Waar Hovenkamp zal ongetwijfeld gedacht hebben, met twee mensen in de buurt is dat riskant. Laat ik wat anders zoeken dat overigens ook riskant bleek. Krol Hovenkamp. Met God. Thijssen. Rep. Overtreding van Miele Kamps. Ling. Bal over. Op 9 meter afstand moet je staan. Dat is wat McKinley daar duidelijk maakt. Ja, als het er dan om gaat om de juiste plek te vinden, dan kan het nog lang duren. Er lijkt nu een overeenkomst. Link. Met God. Thijssen Link. Goeie bal. Daar wacht inderdaad Geels. Hovenkamp. Goed getimed. Maar hij zette zich af op zijn tegenstander, is de schotse uitleg. Dat leek mij onjuist. Hij ging gewoon op tijd omhoog. En dat dat ging ten koste van zijn tegenstander, dat kon hij niet doen. Misverstand tussen Van der Rijken en Tjerni Atinski. Tjerni Atinski meldde zich diep of kort. En Van der Rijken schoot diep. Het Nederlandse misverstand was daarna ook duidelijk. Neeskens. Thijssen. Neeskens met God. Die toch natuurlijk de verdienste heeft dat hij de wedstrijd heeft opengeschoten. Johnny met God. Buren. Van de Korput. Is goed werk. Thijssen. Niet hard genoeg. Inzet van Muren. Van de Korput met God. En de jacht van deze Nederlandse ploeg op 4 doelpunten verschil tegen de Belgen. Zodat een gelijkspel al voldoende is in Parijs. Tegen een Franse tegenstander die overigens gedwongen is om te winnen om de eigen kans te verdedigen. Hier eerst de jacht op 4 doelpunten verschil in dit duel. Buitenspel Geels. En dan is dit een jacht tegen een... tegenstander die met 10 mensen ongetwijfeld zeer kalm aan zal willen voetballen. Het lijkt allemaal eenvoudiger tegen 10 mensen spelen. Maar vaak wil je maar beter een tegenstander hebben die er ook een wedstrijd van wil maken. En niet eentje zoals hier, die ook graag achteruit voetbalt en heel traag wil zijn.
Omdat er nu eenmaal met een man minder moet worden gespeeld. Balbezit is weer daar. Thijssen. Op rechts van de Korput. Correct. Tjerniatinski. Verkouter is voor de doel. Nee. Afgefloten al. Mark Mielekamps omdat hij buitenspel stond. En Kluiters bezondigt zich nu aan het spuwen naar de grensrechter. Maar hij deed het van heel ver af. Dus de man hoeft het niet gezien te hebben. Muren. Van de Korput. Tempo moet omhoog. Geels vrij. Link daarna vrij. En Geels heeft zich afgezet op zijn tegenstander. Vrije trap tegen Geels. Kijk, zo lang kun je doen over het nemen van een vrije trap. Veruit trap. Pad. Slordig Kluitens. Neeskens. Link. Thijssen. Muren. Missen. Geel scoort. 3-0. Rutte. 3-0. Zijn karakteristieke houding naar het publiek om dat mee te laten doen. Ten einde steun te verwerven. Verderop. Geels 3-0 in de 9e minuut van de wedstrijd. Muren trapt nog mis. Pfaff overigens daardoor helemaal uit balans. En dan is Geels er zoals die zo graag wil zijn om de kooltjes mee te pikken. Gerets. En inmiddels meldt zich ook Kees van Kooten weer op de bank. Of in de dugout van de Nederlandse ploeg. Aangekleed en wel, en enigszins hinkend. Overtreding van Thijssen. Mark Mielekamps. Overtreding. Maar voordeel. Nu blokkeren van Thijssen. Te dichtbij stond Johan Neeskens. Vrije trap moet worden overgenomen. Van der Eyken. Gerets. Van der Eyken. Tjerniatinski. Van de Korput verleende hulp. En Muren deed de deur dicht. Belgen staan op toling met 9 man. Tjerniatinski wordt aan de zijlijn behandeld voor een blessure. Hovenkamp.
met Van der Rijken. Dan is het een overtreding. Hier Tjerni Atinski die weer het veld inkomt. Dan is het een overtreding overigens ondertussen van Hovenkamp. Waardoor de Belgen een vrije trap moeten nemen. En dat natuurlijk niet begrijpen op dit moment. Het gekke feit doet zich nu voor dat de scheidsrechter dreigt met maatregelen. Tegen een ploeg die met 3-0 achter staat, omdat die ploeg aan tijdrekken doet. Ja, Nederland heeft nog een heleboel minuten om dat vierde doelpunt te maken, waardoor de wedstrijd in Parijs eenvoudiger kan verlopen. René van der Rijken blijft de knappe voetballer. Schot van Mark Wielekamps. Na het vertrek van Meus is van der Rijken als vrije verdediger gaan spelen. En dan hebben de Belgen gekozen voor de man minder voorin. Met God. Link van de Kooipunt. Krol. Gerets met Neeskens. Bal binnen. Overtreding Gerets. Vrije trap Nederland. Ja, zo krijg je het publiek op je hand. Zo verdient Neeskens de waardering. En zo is het nuttig dat Rijvers hem haalde. Hovenkamp. Geels. Die kan uitstekend terugspelen. Overtreding van de Kooipunt. Drukte zijn tegenstander naar de grond. Tjerni Atinski. Kluitens. Mark Wielekamps. En zo blijft het vol om hem heen. Aardige oplossing. Snelders. Tjerni Atinski weer. Petgod bleef in balbezit. Voordeelregel vandaag. Van de Kooipunt kan, Link kan ook. Zou beter zijn. Verkouteren. Weer met God. En daar dat spandoek Nees blijft. Omdat karaktervoetballers bij het publiek goed aangeschreven staan. En dat lijkt me terecht. Tjerni Atinski. Dat is nuttig voor de Belgen die het bal bezit. Kluitens. Hoekschop. En een wissel aan Belgische zijde is in aantocht. Plessers zal worden ingebracht voor Snelders. Dat betekent de ene jonge speler voor de andere jonge speler. Plessers en Snelders zaten beide in de UEFA jeugd die in 77 een goed internationaal succes binnenhaalde. Snelders en Plessers horen daarbij, daar hoort ook bij Mommens.
van Lokeren, die nu geblesseerd is en daarom ook niet op het middenveld kan spelen. Geels. Prep. Hovenkamp. Thijssen. Mark Wielekamps. Overtreding van Neeskens. Ze vierde in dit duel. Twee voor rust, twee na rust. Dat is een opstelling waardoor de vrije trap niet snel kan worden genomen. Het dreigement even van McKinley met het trekken van een kaart. Hetgeen alleen maar betekende dat hij wat aan zijn borstzak stond te rommelen. Van der Rijken. Mark Wielekamps. En ook wat werk voor Hans van Breukelen. Rep, Muren. Rep gaat door, komt hij weer in het strafschopgebied. Geel sluit er terug weg. Van der Eiken is een coole voetballer die dat kan. En Pfaff heeft het aan de stok met Geels. Hovenkamp. Muren. Neeskens, tuurlijk Hovenkamp. Geels meldt zich, daar is hij, buitenspel. Wielekamps heeft nu iets gevonden wat het publiek niet op het veld mag gooien. Maar McKinley zegt van daar heb ik nu op dit moment geen boodschap aan. Ik zou maar terugspelen. Ja, dat vernietigt een beetje de zucht naar aantrekkelijk voetbal. Ronken. Overtreding link. Blokkeren. Van der Rijken. Plessers. Handige beweging van Wielekamps. Dit is Verkouteren. 1-2 werd gesloten. Ook al omdat Krol nog een extra beweging had. Mark Wielekamps. Gerets, met Hovenkamp, knapwerk Hovenkamp. Die tijd was rap gegund. Neeskens, buitenspel van gaat open. Omzeilt zo, link. Rep vrij. Had meer kunnen doen met zijn royale ruimte. Maar was zich niet bewust van het feit dat er verder niemand in de buurt was.
Muren, Neeskens. Thijssen zit daarachter. Muren. Gevlacht voor buitenspel, ook buitenspel gegeven van Geels. Ja, het zal echt weer lang wachten worden voordat die bal er is. Ja, nou weer terug. Belgen hebben geen zin in een echte confrontatie verder weer met 10 tegen 11. Met hun eigen wetenschap dat het allemaal al voldoende is. Er dus verder Krol even in de mis. Mark Mielekamps. Kluitens. Muren, Geels, Prep, wie is er voorin? Link. Mielekamps kan het niet zo goed, de bal in eigen gelederen houden. Van hem was dan ook weer de bal, waardoor de Belgen bijna de minkant op gingen. Terwijl u kijkt naar Neeskens, wandelt Gerets naar de bal om de ingooi te nemen. Die regel twee keer geel is rood. Wat beter even vergeten kunnen worden in de eerste helft. Want dan was de tweede helft waarschijnlijk aantrekkelijker geweest. Aantrekkelijk kan het nog worden wanneer Nederland gewoon weer die vierde treffer maakt. Maar dan moet Kluitens niet eerst een gesprek met de zijlijn beginnen te doen. De tijd nog te spelen. 20 minuten. Al een overtreding gezien en voorgefloten van Tjerni Jatinski ten opzichte van Rep. Nederland zal moeten zoeken naar tempo. Maar dat juist halen de Belgen eruit door zo langzaam aan te doen. Muren. Geels. Het Pfaff. Muren met God. Geels. Het Pfaff. Muren met God. Anders moet hij met God maar weer eens van afstand gaan schieten. Dat kan hij zo aardig. Met een stuiter vlak voor de keeper. Rep had de kans. Muren. Dat is de man die het meeste uitstraalt in deze fase van de strijd. Dit is kenmerkend Rep. Een vrije trapversiering. Muren is het hardnekkigste op zoek naar de bal. Begrijpt het beste dat die bal snel moet rondgaan. Peters of Neeskens. Hovenkamp. Thijssen. Ja, het blijkt lastig voetballen tegen 10 mensen.
McKinley maakt het gebaar om op zijn horloge te kijken. Van de Kuiper bij Tjerni Atinski. Stand gaan schieten. Dat kan hij zo aardig met een stuiter vlak voor de keeper. Rep had de kans. Buren is de man die het meeste uitstraalt in deze fase van de strijd. Dit is kenmerkend Rep, een vrije trapversiering. Buren is het hardnekkigste op zoek naar de bal. Begrijpt het beste dat die bal snel moet rondgaan. Peters of Neeskens. Hovenkamp. Thijssen. Ja, het blijkt lastig voetballen tegen 10 mensen. McKinley maakt het gebaar om op zijn horloge te kijken. Van de Kuiper bij Tjerni Atinski. Met God vrij. Buren. Goeie paas op link. Hoekschop. Ja, dat is de opening die snel nodig is. Paas op link, hoekschop. En Krol gaat naar de zijlijn om verhaal te halen bij Rijvers. Dat hij niet mag van de grensrechter Suin. De hoekschop van Muren. Kluitens. Rep wordt verzocht naar de zijlijn te gaan. Muren. Thijssen. Ja, en Van der Eiken speelt de meeste ballen terug. Buren, Ling. Overtreding, Ling, ja. Omarmde Willekamps. Kluitens. Gerets, omzeilde twee man. Hovenkamp en Rep. Kluitens, Mark Willekamps. Snel, Plessers. Doeltrap. Nog een kwartier. Voor het laatste doelpunt. Anders staat Nederland voor de taak om ook gewoon te winnen van Frankrijk. Nou ja, gewoon. Frankrijk heeft thuis gewonnen van België. Heeft thuis ook gewonnen van Ierland. Frankrijk is thuis het sterkst. Dus je kunt maar beter de boodschap in de bagage hebben dat je daar aan een gelijkspel voldoende hebt. Ook al is winnen het schoonste. Met God.
Boven komt buitenspel. Scheidsrechter wil Nederland nu wel helpen door onmiddellijk attent te zijn om het feit dat er iemand een wandeloefening begint bij het halen van een bal. Ja, dit kan hij toch ook niet voorkomen. Met God. Muren. Thijssen. Link. Geels buitenspel. Duurt lang voordat de bal komt. En dan is het ook kennelijk voor een grensrechter moeilijk om te bepalen of de man te vroeg start, ja dan nee. Of het is niet moeilijk, dan beslist hij gewoon juist in deze situatie, ondanks dat neerschutten van Ruud Geels. Ja. Van der Eyck speelt wel terug. Kluitens zag dat de weg onbegaanbaar was, viel neer na de eerste overtreding van Muren. Ja, en nu trekt hij nadrukkelijk tijd bij deze Schotse scheidsrechter, omdat de Belgen de bal maar niet op de juiste plaats kunnen krijgen. Ja, nogmaals, heel wonderlijk is dat natuurlijk, een ploeg die tijd trekt, terwijl de achterstand 3-0 is. Muren, Hovenkamp, Krol, Muren, met God. Het duurt lang voordat de bal komt. Bal alweer buiten. Ja, en dan wordt het nu toch een beetje zorgelijk. Want de tweede helft heeft dan slechts één doelpunt opgeleverd. En niet echt de indruk dat Nederland kansrijk naar de vierde op zoek is. Krol. Muren. Overtreding van Hovenkamp ten koste van deze Plessers. Blessurebehandeling. Voor deze speler van Standaard Luik. Standaard Luik toch rijkelijk vertegenwoordigd in dit duel. Niet via Tamata of Haan, maar wel via Gerets. Meus. In eerste instantie ook door Voordekkers en nu dan door Plessers. Terwijl Predom, de reserve doelverdediger, ook van Luik is. Blijkt de bal weer zoek te zijn. Officieel nog 11 minuten. Van der Eyck. Overtreding van Ling. Draait zijn lichaam in de baan van Middenkamps. Rankin. Neeskens.
Overkamp houdt die bal binnen. Link, Thijssen is dichtbij. En Muren verspeelt hem dan. Schnaps als Kluiters daar tussen Geels en Hovenkamp zijn weg zond. En vervolgens toch doodliep. En de wedstrijd brandt niet. En dat is Nederlands probleem. Balbezit uit de treuren. En de opdracht eigenlijk toch wel om dat vierde doelpunt te maken. Maar hoe was dat ook alweer tegen Timo? Dit doet niemand pijn. De Belgen niet, de Ieren niet. En de Fransen ook niet. De opening, die werd gevraagd. En die ging dus bij Rep verloren. Kluiters. Tjerniatinski. De steun van het publiek is er weer. Overtreding Ling. Overtreding die een beetje komt door de irritatie dat het succes nu verder uitblijft. Nog 7 minuten. Dat was voor deze Tjerniatinski. En weer de foutieve paas. Als slot aan een eindeloos breedtespelletje. Zo lijkt het erop alsof 10 Belgen de Nederlanders in slaap hebben gekregen. Overtreding ten opzichte van Link begaan in de sandwich. Thijssen. Neeskens. En er zal het nu toch van moeten komen van het opduiken vanuit de tweede lijn mogelijkerwijs in het strafschopgebied. Ja, daar is dan weer dat tergend langzame gedoe van de Belgen op het ogenblik. Zodra er een beetje vaart in zit, wordt het op deze manier gauw de nek omgedraaid. Thijssen. Neeskens van de Kooiput. Neeskens, Geels, Gerets, moest zich afzetten, Kluiters en Van der Eyken, die beter is in het pingelen in eigen strafschopgebied, want dan weet hij dat hij eruit moet. Tjerniatinski. Een krol. Met God. Neeskens. Muren. Overtreding ten opzichte van Rep.
vrije trap van Hugo Hovenkamp. En de klok geeft nog 4 minuten. Ling houdt vast. En wordt afgefloten. Ja, het is waar. En een deel van het publiek wandelt hier al weg. Tevreden met 3-0. Onder de helft. En het gemis aan een vierde doelpunt. Want Nederland heeft niet een werkelijk uitgespeelde kans in die tweede helft kunnen maken om daaruit te scoren. Het was dat Geels even die kluts gebruikte toen Muren de bal verkeerd raakte. Dat was een typische Geels goal. Dat kan dat natuurlijk wel. Met God. Kom op. Nederland, laatste minuten. Thijssen. Neeskens. Wel gehouden de Nederlanders buiten het strafschopgebied. Mark Wielekamps. Neeskens, eindelijk jagen, zet ze maar vast. Overtreding Neeskens, twee benen. Hovenkamp moet zo snel mogelijk die vrije trap laten nemen, want dat is in zijn voordeel. Gerets zegt tegen Neeskens, wat kan ik er nou aan doen? Ik wil die vrije trap er wel nemen, maar Hovenkamp maakt het onmogelijk. Kluitens. Bal buiten, ingooi Nederland. Haast. Dat is noodzakelijk. Het publiek is er nog één keer in dit duel. Voor de steun. Vrije trap tegeling, ja ja. Hij maakt het onmogelijk aan zijn tegenspeler om de bal te spelen. Nederland heeft geen vat op 10 Belgen in die tweede helft. Wind, dat was nodig, dat was de eerste opdracht. Dus wat dat betreft kan er geen kwaad woord over in het Nederlands team worden gezegd. Wind Royaal bovendien, dus ook dat lijkt goed. En dan was er ineens dat verlangen naar veel meer. Naar 4-0. Dat verlangen. Rep. Muren. Rep. Nee. Hoopte te gemakkelijk op een vrije trap. En wonderlijk is nu dat er ineens ook een blessure is in het strafschopgebied van de Belgen. Bij Ling en zijn tegenstander die kennelijk gebotst zijn. Waarbij de scheidsrechter zegt ik heb er geen boodschap aan. Gaan jullie maar door. Nee, nu niet. Ja, buiten beeld gebeurde dat. In het strafschopgebied. Ling. Schijnt een botsing te hebben gehad. Met Rankin. En dat alles dan in de slotfase van deze wedstrijd. Nogmaals, Nederland wint. Nederland wint Royaal. Dus dat is allemaal goed, want dat was de eerste opdracht in dit duel. Winnen van België om de kans op een plaats in de eindronde levendig te houden. Wel goed, dat is dan allemaal gebeurd. Toen kwam die stand van 2-0. En toen kwam die stand van 3-0. Dit is de herhaling van die situatie daarnet. En aan de buitenkant ligt daar dan al Rankin. En voelt Ling aan zijn neus. Doet hij nu nog. Nog eens een keer die situatie. Achterin gebeurt het dus. Rankin met Ling. Rankin praat met Ling, althans kijkt naar Ling. Kijkt nu niet meer. Hey, een elleboog van Ling die er niet hoort te zijn natuurlijk. Buiten het bereik van de scheidsrechter was daar de overtreding van Tjöla Ling, waarvan hij blij kan zijn dat hij niet gezien werd. Goed, dat alles dan in de slotfase van dit duel. Terwijl Rankin hier wel degelijk ontzettend veel problemen heeft om deze wedstrijd vol te maken. Zelfs naar de kant moet worden gesleept kennelijk.
Nee, het gaat weer. Ik kan die laatste minuut spelen. Zonder dat het nog gebeurt. Triest dat het nog gebeurt in dit duel. Er is nog zo 1 of 2 minuten te spelen nu. En Rankin vraagt aan de grensrechter buitenbeeld, heb jij niets gezien? Nee, schudt de man. Het spel moet anders hervat worden nu. Het blijft uw zaak toch ook om even op te letten bij Rankin en bij Link die nu een portie duwen weggeven. Terwijl de vrije trap van Kluijters er was. McKinley de schot voor het einde fluit. Link zeurt nog een beetje over Rankin. De grensrechter komt buiten beeld naar Link toe en zegt van zeur nou verder niet. Dit is het einde van... En Rankin vraagt aan de grensrechter buiten beeld, heb jij niets gezien? Nee, schudt de man. Het spel moet anders hervat worden nu. Het blijft uw zaak toch ook om even op te letten bij Rankin en bij Link die nu een portie duwen weggeven. Terwijl de vrije trap van Kluijters er was. McKinley de schot voor het einde fluit. Link zeurt nog een beetje over Rankin. De grensrechter komt buiten beeld naar Link toe en zegt van zeur nou verder niet. Dit is het einde van de wedstrijd. Nederland wint terecht. Met 3-0 van België en zorgt ervoor dat deze stad nu bestaat in de groep 2 van de voorronde om het wereldkampioenschap voetbal. Om alsnog naar Spanje af te reizen, zeker na deze 3-0 overwinning op België. Maar dan moet er worden gewonnen in de uitwedstrijd tegen Frankrijk. Frankrijk heeft het tegenovergestelde plan, moet winnen thuis. Frankrijk heeft eerder 2 keer gewonnen van Ierland en van België. Krijgt dus nu Nederland op bezoek en ziet dan later... komen, maar dat mag worden aangekomen. Gestoken elleboog. Goed, wat overeind staat nadrukkelijk is nu 3-0 winst voor Nederland. En de volgende opdracht is winnen in Parijs op 18 november. Frankrijk, Nederland.